De Russen houden de Amerikanen verantwoordelijk voor de slachtoffers bij die aanval afgelopen weekend in Sebastopol. De door Rusland bezette Krimstad, want dat is het, Sebastopol, lag hevig onder vuur. Daarbij vielen meerdere doden en honderden gewonden. Rusland zegt, ja, Oekraïne heeft voor die aanval gebruik gemaakt van ATACMS, van die lange afstandsraketten van de Amerikanen, die geleverd hebben. Dus eigenlijk hebben de Amerikanen ons aangevallen. Maar ja, zo zegt buitenlandcommentator Bernard Hammelburg, daar kan je weinig mee. Rusland kan formeel weinig doen tegen de Amerikanen. Nou ja, er is geen relatie tussen Rusland en de Verenigde Staten. Officieel wel hoor, ze hebben nog steeds ambassades en diplomatieke betrekkingen. En er zal achter de schermen heus nog wel contact zijn. Maar er is formeel geen relatie. Dus wat zou Rusland nu precies voor mogelijkheden hebben om Amerika bijvoorbeeld aan te pakken? Ja, dat zou je zeggen, die zijn er niet echt. Wat ze wel kunnen doen is weer dreigen met nucleaire terugslaan. We gaan erover praten met Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Mart, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, wat kan Rusland doen? Hebben ze überhaupt mogelijkheden? Ja, wat, als je dat zo hoort, ze proberen het zo in te richten of te escaleren dat ze zeggen, ja, wij worden aangevallen door Amerika. Ja, voorop, het is maar uit één bron dat we het horen. Het is uit een Russische bron. Het is niet bevestigd door Oekraïne. We weten dat de Krim regelmatig wordt aangevallen door Oekraïne en dat Amerika de Krim niet ziet als een deel van Rusland. Nee. Dus wat dat betreft zouden ATACMS volgens de afspraken tussen Oekraïne en de VS mogen worden ingezet. Het is ook raar dat daar Russische toeristen op het strand zitten in een stad die toch regelmatig doelwit is van aanvallen. Van, dus het is heel moeilijk nou te duiden waar we nou aan het kijken zijn. Is het een frame? Is het een informatieoorlog deel om de druk op te voeren op het Westen om de wapens niet te leveren en ervan geen toestemming te geven om die diep in Rusland te gaan gebruiken of niet? En daar zijn we nu naar aan het kijken, maar Rusland kan er niet zoveel tegen doen. Nee. Alleen in datzelfde frame op de informatieoorlog beginnen te dreigen met andere middelen en andere wapens. Ja, dat zie ik altijd een beetje als een soort zwarte bult, want dan kan je dus niks anders doen. Kennelijk, de Oekraïners lukt het wel om zo'n aanval te plegen. Een andere aanval die ze pleegden was op Krasnodar, aan de overkant van Mariupol, de andere kant van de straat van Azov, waar ze een opslag en een fabriek hebben getroffen van die Iraanse drones. Het zijn toch wel gevoelige klappen die Oekraïne ineens toebrengt aan de Russen. Of zie ik dat verkeerd? Nou ja, dat doen ze met eigen middelen. Ze hebben een soort alternatief voor een ATACMS. Dat hebben ze zelf kunnen ontwikkelen. Dus een raket die vrij lang en ver schiet. Ja. En eigenlijk zijn ze al een aantal weken bezig om een diepe operatie uit te voeren tegen de Russen. En een diepe operatie betekent diep op Russisch grondgebied dingen aanpakken als verkeersknooppunten, maar vooral olieraffinaderijen en opslagplaatsen van munitie. En dat doen ze natuurlijk om een mogelijk Russisch offensief te verzwakken, om die aanvoerlijnen te verbreken. Maar dat doen ze meer en dat doen ze met grotere precisie de laatste tijd. Ja, aan de andere kant proberen de Russen de infrastructuur in Oekraïne te frustreren. Dat lukt ze ook aardig. Maar we zien, en dat vind ik ook wel iets significants, in Luhansk dat de Russen daar bezig zijn om troepenopbouw te plegen. Hoe moeten we dat duiden? Ja, we hebben het er vaak over gehad. Wij denken dat de aanval in het noorden bij Kharkiv niks meer was dan reserves van Oekraïne naar het noorden te lokken. Die zijn er ook voor een gedeelte heen gegaan. En dat het zwaartepunt van de Russische aanval zal liggen waar het meest makkelijk is, namelijk in de Donbass. Daar zijn de aanvoerlijnen korter en daar maken ze ook terreinwinst. Zij het niet veel, maar daar zien we nu naast de terreinwinst en de aanvallen vrij veel Russische troepen zich concentreren. Dus dat zou een indicatie kunnen zijn dat het offensief, wat we allemaal verwachten, waarschijnlijk in die omgeving die Donbass zou plaatsvinden, bij Luhansk. Kunnen ze daar veel, want uiteindelijk is het doel is naar Kiev doorstoten. Hè? Maar als je daar in Luhansk begint, ja, dan moet je nog een grot end naar Kiev. Ja, het is ver. Wow. Je ziet dat met name daar Oekraïne ontzettend veel verdedigingsvoorbereiding heeft getroffen, dus mijnenvelden ingeschakeld, tankkrachten gegraven, bunkers gemaakt. We weten ook dat er reserves van Oekraïne weer op weg zijn daarheen. De vraag is een beetje of het Russen überhaupt lukt om een offensief te gaan starten. Mm-hmm. Want we hebben dat vaker gezegd, het is ontzettend moeilijk om een grootschalig offensief te starten. Tot nu toe zagen we kleine aanvallen van de Russen, van een compagnie, zeg maar 100 man of maximaal een bataljon 500 man. Ja. Groter hebben we nog niet gezien. Dus de vraag is of dat ze überhaupt gaat lukken, zeker nu Oekraïne zo in de diepte zo effectief kan schieten.
op doelen van de vijand. Waardoor een concentratie van eenheden van de Russen wordt gewoon ook kwetsbaar. Met uw welnemen, als we het even komen, meneer de Graaf, naar Israël. Want Netanyahu heeft gezegd dat de zware gevechten in Rafah op zijn eind lopen. Heeft Israël daar militair bereikt wat ze willen? Want dat was het verhaal. We gaan Hamas uitschakelen. We horen nu ook weer het verhaal. Als we daar zitten, blijven we daar actief. Houden we Gaza in de militaire greep. En tegen Hezbollah heeft Netanyahu gezegd, uitkijken. Want anders doen we hetzelfde wat we in Gaza gedaan hebben. Maar dan met Libanon. Hoe moeten we dit allemaal plaatsen, ja. Mart? Militair gezien kun je Hamas niet uitschakelen. Dat gaat je nooit lukken. Nee. Dus bij ons vaker gezegd, al een aantal weken terug, militair is oorlog eigenlijk klaar. En je kunt nog jaren door, zoals het nu is. Maar Hamas vernietigen gaat je niet lukken. Het probleem van Israël is natuurlijk dat die interne verdeeldheid groot is. En dat er ook een dreiging nu komt aan de noordkant met Hezbollah. Ja. Dat lijkt te escaleren. Dus dan is het ook een militair belang van Netanyahu om meer troepen uit de Gaza weg te kunnen halen en naar het noorden te gaan richten. Mm-hmm. De vraag is of dat gaat lukken en of er überhaupt een wapenstilstand komt. Want wat is het belang van Hamas om tot een wapenstilstand te komen? Dus hij kan het wel willen, de tegenpartij moet het ook willen. En we zien dat naarmate deze oorlog langer duurt, de interne verdeeldheid in Israël groot wordt en de steun aan Israël afbrokkelt. Dus ik zie dat nog niet op korte termijn tot wapenstilstand in het zuiden komen. Precies, want Hamas heeft er alle baat bij om dat lekker te laten escaleren. Precies. Ja, dankjewel. Bart de Kruif, oud-commandant der landstrijdkrachten.